Lieve mensen met kristal, ik ga even wat delen. En dat is uh, wakker worden met aard. Iemand kan zo mooi vertellen. <laughs> ik schrik niet van de tekst. Uh, maar dat, uh, dat slaat op uh, de huidige omstandigheden. En uh, hij kan het echt heel boeiend vertellen. Dus uh, ja, ik heb geschreven, ik ben echt fan van je. <laughs> dus uh, in ieder geval uh, geniet van deze dag. En... Uh, nou, dan doe ik het ook. En geniet van aard. En uh, hij heeft wel best een uh, fans uh, is hij aan het krijgen. Nou ja, hij, is, hij, hij, is, hij brengt het echt heel boeiend. En uh, ja, recht voor zijn raap. Hij is ondernemer, zegt hij. Dus uh, hij weet wel van uh, wat er allemaal speelt. En uh, ja, op zijn eigen uh, unieke manier vertelt hij het. En uh, ik vind het dapper dat mensen dat uh, zo uitgebreid doen. En daar de kracht voor hebben... Ja, dat zijn voor mij ook lichtwerkers. Hè. Dus uh, ieder doet het op zijn eigen manier. Ik doe het een beetje hè, door ze te delen. En ook een beetje mijn eigen visie erover te vertellen. Maar ook uh, ja, met, met de kaarten en zo. Hè. Dus uh, bewustwording uh, is ook mijn, mijn doel. Hè, mensen bewust maken wat allemaal speelt. Maar uh, goed, uh, anderen doen het weer op hun eigen manier. Ook mensen in het kabinet. Uh, dus. Uh, die toch tegen het beleid ingaan. Dus uh, ja, in ieder geval. Uh, geniet van Aardweer. En word lid van zijn kanalen. Hij verdient het echt. Hij doet echt zijn best. In ieder geval, uh, tot de volgende keer. Doeg.